terug. Leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe review. Review nummer 126. Wel hè? Review 126 alweer. Ja, ik ben benieuwd naar dit biertje. Alleen het etiket al. Je zag het al in de intro. Een biertje van brouwerij Oedipus uit Amsterdam. En genaamd Mama. Het is een American Pale Ale. 5% alcohol. Het etiket, serieus. Als je dit ziet staan, serieus, dan koop je dat toch? Check. Laat het even inwerken. Ingewerkt? Check. Ik bedoel... Ja, geen uitleg nodig, toch? Helemaal niks. Ik bedoel, het is herkenbaar wat het is, dus. Goed, er staat ook nog wat achterop. Our mama is citrus, hoppy and bitter fresh. We love her every day. Oké. Ingrediënten, water, gerstemout, hopgist. Ja, ik ben benieuwd. En er staat ook op store, dark and cool. Nou, ik heb deze koud gezet. Ik weet niet waarom. Nou, ik weet wel waarom. Het lijkt me gewoon lekker om deze koud te drinken. Glas erbij. Ik ga hem openmaken en kijken wat... Mama doet van brouwerij Oedipus. Ja, en ik ben hem nog vergeten te laten zien. Maar de dop ziet er ook al cool uit. Beetje disco-achtig. En volgens mij hebben ze die doppen op al hun bieren zitten. Want ik had laatste keer hun biertje Tai Tai. En daar ben ik echt fan van. Echt een super biertje. Ik hou van een beetje pepers in bier. Dat vind ik altijd zo'n lekkere toevoeging. En toen kwam ik ook dit dopje tegen. Maar goed, we zijn nu met deze bezig. Ik ga hem inschenken en kijken wat hij doet. Mama, brouwerij Oedipus. Here we go. Nou ja, er staat ook op. American Pale Ale. Dus er zullen wel Amerikaanse hops voor gebruikt zijn. Ja. Ik heb het idee dat hij een beetje... Het zal een beetje richting de IPA gaan. Qua smaak. Ja, qua kleur. Heel licht hazy noemen die Amerikanen het ook wel. Dat is een Amerikaanse pale ale. Het is een beetje hazy, oftewel een beetje ja, troebel van kleur. Geelachtig. Een beetje IPA kleur. Ja, een beetje IPA kleur. Ik ga hem ruiken en kijken wat hij doet. Here we go. Oh, ruikt goed. Citrus. Wow, echt mega citrus. Ja, ruikt lekker hoor. 5% alcohol. Goed. Ja, wat ik al dacht, hè? Een beetje IPA-achtig. Nou, dat komt aardig terug. Ja, ruikt lekker hoor. Heerlijk. Echt top. Ik ga hem gewoon proeven. Kijken wat hij doet. Brouwerij Oedipus. Mama. Cheers. Lekker. Heerlijk. Inderdaad, heel hoppig en heel licht bitter. Het valt, qua bitterheid valt hij echt mee. De citrus, die komt goed terug. Echt, citrus. Heerlijk. Ik ben ook benieuwd hoe die op kamertemperatuur smaakt. Dus misschien koop ik hem gewoon nog een keer en kijken wat hij dan doet. Ja, kamertemperatuur meer dat je hem gewoon uit een koele berging haalt. Maar net niet extreem koud zoals in de koelkast. Ja, tot nu toe. Lekker hoor. Heerlijk. Kan niet anders zeggen. Echt wel. Voor 5%. Top. Licht bitter. Hoop citrus. Hoop hop. Voor mij zeker geslaagd. Ja, gewoon. Dat is ook alles mee gezegd. Gewoon geslaagd. Heerlijk biertje. Als ik hem een cijfer moet geven. En dan moet ik. Uiteraard. Ik geef hem een 7,5. 5%. En zo fris en heerlijk vol en ja, top hoppig biertje. Heerlijk. Brouwerij Oedipus, toppetje weer. Ik ga hem lekker opdrinken. Uiteraard bedankt voor het kijken. En zeer zeker tot de volgende keer. Cheers.